U bent direct betrokken bij het bestuur als secretaris van de Boksmeerse carnavalsvereniging De Geitenbok. En vandaag, op 2 oktober 2023, stopt u na 15 jaar de maximale zittingsperiode met uw bestuurswerkzaamheden. Op een moment dat we niet zomaar kunnen laten passeren. Meneer Verberk, u heeft in de loop der jaren veel voor de carnavalsvereniging De Geitenbok betekend. U mag niet meelezen met mij, hè? Dat doe ik voor u. Ik kan het niet allemaal uit mijn hoofd, hè, want zo'n bijzonder verhaal, dat moet ik toch even van papier doen. Als secretaris van de vereniging verzorgde u onder andere de ledenadministratie, de verslaglegging van vergaderingen en de postverwerking. Ook bent u actief lid geweest van diverse commissies. Ik noem bijvoorbeeld de boerencommissie. Ja, ik ben even aan het kijken, die alles regelde rondom de boerenbruiloft. Misschien kunt u daar wat meer over vertellen, dat lijkt me ook wel mooi. Nou, ik was vanuit bestuur het aanspreekpunt voor de boerenbruiloft, maar ik denk dat u de liedjeszaal bedoelde. Nou, dat staat er ook nog verder, maar zoals de keuze... U loopt een beetje voorop. Nou, ik was iets te ver met deze. Zoals de keuze voor het boerenpaar, het uitkomen van het paar, de verloving, de trouwerij in de kerk en natuurlijk ook de boerenbruiloft zelf. Dus nou, dat deed u allemaal, staat hier. Maar u heeft ook een bijdrage geleverd aan de sponsorcommissie. U zorgde voor meer stroomleiding in de sponsoraanpak, zodat het niet meer voorkwam dat verschillende personen van de vereniging bij dezelfde sponsor aanklopten voor een bijdrage. Maar wel heel zinnig. En u was lid van de, daar komt het, liedjesavondcommissie. Die, ja, wat is de naam, de jaarlijkse liedjesavond organiseert. En daarnaast heeft u, meneer Verberk, vaak en veel ondersteuning geboden bij de bouwploeg. Onderhield u de contacten met de, ja, dit moet ik ook even oefenen hoor, de Große Gochner Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß. Dan mag je ook even uitleggen. Ja, dat is een zustervereniging in Goch. En daar hebben wij al heel lang heel veel plezierige contacten mee. En komen ze op je carnaval vieren? Die komen met regelmatig komen ze. Ja, en die wij gaan ook daar. Ja, wij gaan met bestuur en andere leden gaan we ook daarheen. Okay. En de prins ook elk jaar. Ja, we moeten toch een keer wat vaker hier carnaval komen vieren, dat merk ik. U bent bij deze uitgenodigd. Oké, okay. Ja, daar hou ik mezelf aan. En u bent lid van de Raad van 11, waarvoor u in de loop der jaren ook ontzettend veel activiteiten heeft georganiseerd. En daarbij was u altijd bereid materieel van uw eigen bedrijf in te zetten als dat nodig was. Kortom, een echte vrijwilliger met hart voor de vereniging. Daarom zijn wij hier vanavond hier namens de gemeente. Dames en heren, dat is ook de reden waarom ik hier vanavond dus ben. We hebben als gemeenteland van Kuik gemeentelijke onderscheidingen. Deze zijn bedoeld als teken van waardering en dankbaarheid vanuit de gemeente en de lokale gemeenschap. Als beloning voor iemands inzet voor zijn of haar eigen stad of dorp. Voor zijn of haar bijzondere verdiensten voor de gemeente Land van Kuik. Personen die in aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding leveren door hun vrijwilligerswerk een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid in hun eigen dorpsgemeenschap. Zij zorgen voor een belangrijke verbinding en zijn erg belangrijk voor het voorbestaan van hun vereniging. Kortom, een voorbeeld voor vele anderen. En dat bent u. Beste Louis, geachte heer Verberk. Namens het gemeentebestuur van het Land van Kuik wil ik u enorm bedanken voor uw geweldige vrijwillige inzet de afgelopen jaren voor carnavalsvereniging De Geitenbok. Het doet mij dan ook ontzettend veel plezier om u te mogen meedelen dat ik u als blijk van waardering voor al uw vernoemde verdiensten de dorpspenning Land van Kuik mag uitreiken. En graag wil ik u daarbij de bijbehorende versierselen overhandigen. Dat ga ik nu doen. Oh ja, maar dat is niet de penning. Oh nee, dat is niet de jeuk in hem. Kijk, dat zit hierin. Even kijken, dan gaan we het even om beurt te doen, want ik heb van alles bij voor u. Kijk eens. Dat doen we allemaal om beurten. En we beginnen met de penning. Kijk, een goed doosje of een markt. Ja. Kijk.
foto. Dit is de planning, die voor u. Dank wel. Van harte gefeliciteerd. Dank wel. Misschien met de bloemen nog? Ja, dat kan nog. Dankjewel. Dat is mooi, toch? Maar hij is nog niet klaar. Kijk eens, daar komt het spannende deel. Ik hoop niet dat ik u ga prikken. Nee, voor zat. Het is zoiets, hij staat niet in mijn kamer. Je moet hem indrukken, hè? Kan iemand mij even helpen met dit ding? Misschien zijn er mensen die wat vaker dit doen. Even draaien, anders is dat. Maar even voordat hij zijn bord brengt. Ik ben serieus, hè? Mag je nog een beetje hulp? Ja. Kijk eens. En dit wordt het. Deze foto met de bloemen, alsjeblieft. Ja, precies. Dank je wel. Dank u. Volgens mij wil ik best wel zelf zeggen. Ik ben altijd iemand van mijn woorden geweest, maar allemaal hartstikke bedankt. Ik ben blij dat ik het 15 jaar nog niet weggestuurd ben geweest. Dus dank u wel.